Klaar. We zagen bij het kogelschoten in de diepgang zojuist een uitstekend resultaat voor de leider in de tussenstand. Bas Marquis, 14,36 meter in zijn eerste poging. Diesel fire, Bas Marquis, prima start hier van de derde deel. En we zagen intussen ook de Chanté Samuel in haar derde poging over 1,68 meter gaan. Zij is nog de enige in die groep en zij gaat verder met 1,71. Dus dan kijken we natuurlijk ook naar de tweede halve finale, waar we al bijna de tweede ronde komen. En het laatste rechte stuk, en we zijn er 4 en 12 dichter bij elkaar. Dus we gaan nog even de aanmoediging voor deze vier. Het is Elisabeth Paglia aan de buitenzijde die de lijnen overneemt. Met Joyce Putz aan de binnenzijde. Ja, die pakt uiteindelijk de winst in de 55-37 officieus voor Elisabeth Paglia en de 50 van de mei.